Goedemorgen, het is zaterdag en wij gaan op vakantie. Ik zit tussen de koffers en het is nog een heel gedoe, maar zo meteen komt mijn oom. En nou, die is hier ook om op iets te passen als wij weg zijn. En die brengt ons ook heel lief naar het vliegveld. Dus ja, ik neem jullie mee naar Italië. Nou, wij zijn op het vliegveld. Niels zit op zijn koffers. Hij liep er echt zo schattig mee. Foto's staan op Instagram. Helemaal verliefd. En we hebben de koffer ingeleverd en de buggy kon ook al. Dat is wel makkelijk om dat allemaal niet slepen. En nu gaan we even een bakje drinken met mijn oom en Anne. Vliegen. Dus we gaan hier even naar boven. Ik zie daar van alles zitten. Zo grappig klein in vergelijking met het Schiphol. Wel leuk. We zijn even vliegtuigen te spotten. Het is echt super lekker weer. Nou, wij zitten in het vliegtuig. Hier is een mooie eigen stoel. Wij zitten ook. We zijn aangekomen bij het huisje en dit is ons uitzicht. Nou, het is toch fantastisch. Dit is ons tuintje. Daar verderop is het zwembad. En dan gaan we hier naar binnen. En dan heb je hier de woonkamer. Een open haard en een tv. En dan heb je hier een klein keukentje. Ik zal straks nog even boven laten zien, maar het is met een trap, dus ik wil een beetje in de buurt van Niels blijven. Het is uiteindelijk wat later dan gepland. We hebben nog even boodschappen gedaan, maar Niels heeft het vervolgens heel erg overgegeven. Ga maar even op de bank zitten. Ga eens kijken of die lekker zit. Nee? Het was een hele grote sorry. Maar we hebben het opgeruimd. Goed, we gaan door met onze tour. Hier hebben we de eerste badkamer. Blijkbaar hebben we twee badkamers. Met gewoon een douche en een toilet. En dan gaan we de trap op. En dan hebben we hier nog een badkamer. En dan hebben we hier de kamer van Niels. En nou ja, ik heb toch maar een beetje gevraagd, want ja, met die trap durf ik het niet aan. Anders had hij gewoon hierin gekund. Maar... En dan hebben we hier onze slaapkamer. Als het licht het doet, geen idee. Nou, in ieder geval zal je nog wel een keer goed zien. Met een prachtig uitzicht. Het wordt nu al donker. Kijk eens. Wow. We gaan nu even douchen met Niels, want ja, die is best wel vies natuurlijk. We hebben natuurlijk alle vieze kleren hebben allemaal afgespoeld en gedaan. Heel pot. Het is 8 uur. En ja, we dachten eerst moet Niels maar wat eten, maar die wilde natuurlijk niet zoveel eten, want hij is net overgegeven. Dus hij zit een beetje mais en een soepstengel te eten. Dat vindt hij dan lekker blijkbaar. Ik heb hem dus de oude stoel schoongemaakt en Niels' kleren. En Sven die heeft ondertussen een beetje de keuken en zo ingeruimd en de koffers naar boven getild. Niels zijn slaapkamertje gedaan, dus nu gaan we lekker met Niels douchen en dan kunnen wij lekker naar bed en dan gaan wij wel eten. Goedemorgen. Er staan hertjes, ik weet niet of jullie ze kunnen zien. Ik heb het allemaal weer dicht. Wij hebben een lekker ontbijtje. Alleen slabbetjes voor Niels vergeten. Niels heeft een hele mooie berenkop, hè? Ja. Niels en ik zijn gaan tekenen. Hè? Bij Niels? Ja. We gaan heerlijk buiten lunchen. We zijn heerlijk aan het genieten hier, in de zon, boekje erbij, love it. En we krijgen ineens deze paasverrassing van de mensen die hier werken. Het is echt zo'n goede plek. Niels is nu aan het voetballen met Sven en twee kindjes. Het zijn de enige andere mensen die hier nu volgens mij zijn, maar het is zo schattig. Loopt ook een beetje hellen, dus hij valt de hele tijd. Ik heb me even aangekleed. Ik heb een jurkje aangedaan. Dit is gewoon een normaal jurkje van Zara. En een kettingje van Sasha. Mijn haar zit verder niet, maar wacht, ik ben niet druk. Zonnebril op mijn hoofd. Waar is dat ding heen? Oh, daar. En dan gaan we even. Het zijn echt super lieve mensen. Die kwamen dus net dus al wat ik liet zien, dat spul brengen. En we krijgen nog een welkomstdrankje. Dus dat gaan we even doen. En ja, weet je, sowieso hadden we bedacht, het zijn zulke lieve mensen en het is natuurlijk nog heel rustig hier. En ze zijn hier gewoon wel, weet je, met de paasdagen en alles. Het is de eerste week dat ze open zijn hier. Dus we dachten, we gaan wel eventjes
af en toe daar even wat eten en drankje doen en zo. Dat is wel zo leuk voor die mensen ook. Dus niet alleen een gratis welkomstdrankje. Dus ja, oh, een beetje binnen. Oh nee, buiten. Dit is wel lekker wakker worden hoor, jongens. Kijk eens. Met dit prachtige uitzicht. Mama, kom eens! Ik kom eraan. We hebben... Ik ben in de kassa. Oh, ben jij in de kassa? Oké. Okay. Ik kom eraan. Ik kom zo boodschappen doen. We hebben al wilde zwijnen gezien, wilde fazanten, herten. Het is echt niet normaal wat hier allemaal onthust. Ja, niet hier, maar één gras wat lager, zeg maar. Mama, ik ben hier. Ik zie het. Ik kom eraan. Maar ik ben in de kassa. Ik heb vannacht gelukkig wel geslapen. Ik heb mijn haar even zo, ik moet echt even wassen. En vandaag gaan we nog een lekker dagje gewoon hier, want de spaas is alles dicht. Morgen gaan we even boodschappen doen en naar de markt en dat soort dingen. En dorpjes bekijken. Dus dat. En woens hoort heel slecht weer, geloof ik. Ik heb nog vertrouwen. Zo. Niels, zo. Knijpen. Goed zo. Ja, nu kunnen we. Maar ik maak... Maak je een poes? Oké. Okay. Ik maak nog een vis. We hebben alle kleuren aan vis. Zwarte van de zwarte. Ik heb de zang gemaakt. Heb jij de zang gemaakt? Dat goed. Nou, wie had dit gedacht? Dat we gewoon in t-shirt of hemdje. Korte broek. Keurige broekjes. Lekker buiten konden zitten. Het is echt super lekker. Prachtig uitzicht. Niels ligt in bed. Dus we hebben nu een lekker pastaatje gegeten. En het is echt heel lief, want normaal moet ik natuurlijk heel veel doen in het huishouden. Maar Sven is echt nu heel lief voor mij dat ik, hij kookt, hij wast af. En dat ze, ik dek de tafel, daar hoef ik niet voor te bukken of zo. En ik ruim een beetje het huis steeds op. Dus dat is echt heel fijn. En we hebben weer echt een heerlijk dagje gehad, alleen maar buiten. Nou, zoals je ziet... Gewoon super lekker weer. Echt boven verwachting. En morgen gaan we 's ochtends naar een marktje toe. En gaan we weer wat boodschappen doen. Ik denk dat we daar ergens iets gaan lunchen. En Sven die wil een racefiets huren. Want hij moet trainen. En dan gaan we 's middags gewoon weer hier. En verder hebben we een beetje een soort schemaatje bedacht. Want we willen best wel veel dingen doen. Maar je moet ook wel af en toe rustdagen er tussendoor doen voor mij en voor Niels. En een aantal dingen zijn gewoon alleen maar 's ochtends. Zoals waar ik naar Luca en Pisa. Nou, Pisa zijn we al geweest. Dan hoef je eigenlijk alleen maar naar de Tor van Pisa. Maar dat vond Sven blijkbaar leuk om nog een keer te doen. Van mij hoeft het niet nog een keer, maar prima. Luca vindt het wel heel leuk. Dus zijn we ook al geweest. Dan gaan we gewoon een ochtendje. Florence gaan we een hele dag heen. En Sienna ook. En verder heb je hier nog een aantal plaatsen in de omgeving. Die we ook gewoon in de ochtendje doen. Zoals San Gimignano en Volterra. En we gaan nog een dagje naar de kust. En misschien nog een dagje een soort pretpark voor Niels. Hè? Die jongen verdient het ook. En dit is een dingetje. Ze hebben hier allemaal verse kruiden. Rond het park staan. Dus allemaal rozemarijn en dat soort dingen. Dus we halen elke avond van alles. En dat gooien we door het eten heen. Het is heel lekker. Sven en Niels zijn nu even met Sven's ouders skypen. Die zijn even buiten om het uitzicht te laten zien. Maar het was echt, ze hadden gezegd dat het vanmiddag bewolkt zou zijn. Nou, er was helemaal niks van waar. Er waren al mensen in het zwembad. Het zwembad was nu nog half vol. Maar ze zijn nu al vol laten lopen. Dus nou, ik moet er nog even iets aan denken. Want het lijkt me nog best wel koud. Maar ik zat wel gewoon in mijn hemdje en mijn korte broek vandaag. Nee, dus we zijn wel lekker aan het genieten. Niels had wel een beetje een nee-dag vandaag. Wij zijn even in een dorpje waar ze een marktje hadden, maar het stelt niet heel veel voor. Ik heb even mijn sjaal omgedaan voor de gelegenheid. Ik heb ook heel, voilà, heel dun jasje bij me, maar ze hebben hier speeltoestellen.
Dus dat is leuk voor Niels eventjes. En ik was net even ergens naar het toilet gegaan, want ik moest 10 minuten na vertrek moest ik alweer. Dus ik heb meteen even wat lekkers gehaald, dus dat gaan we zo even eten. En dan gaan we straks even naar een Lidl een paar dorpen verderop om even de boodschappen weer te doen voor de rest van de week. Of in ieder geval voor een stuk van de week. Maar Niels kan niet meer touw opklimmen, maar dat is helemaal fantastisch. Ik zal het even laten zien. Zo hé, Niels. Net boodschappen staan en we zijn nu in een winkel beland. Ik weet niet, ik kan het niet definiëren. Het is een bouwmarkt, het is een soort alles in één. Je hebt er ook kinderspeelgoed, fietsen, tafelkleden. Het is heel onduidelijk. Ik zoek een bal, maar die heb ik nog niet gevonden. Ja, dit is een beetje het concept. Tafelkleden en dan hier ineens weer tuinmeubels. Nou, het is magisch. Ik zoek een bal. En van de zakdoekjes gaan we naar de lampenafdeling. En de kastjes. Zoals mijn auto van de rode, ik kan het niet echt zien. Nou, jammer. En dan heb je hier weer pannen. Het is mijn raadsel waar we in brand zijn. Maar voetbal, keukengerei. Dan heb je daar schroeven, douchekranen, thermoskannen. Nou, dat is allemaal al binnen handbereik. Nou, Niels is net wakker en hij wil meteen voetballen. We hebben net een voetbal gekocht. En we hebben nu ook buren, Belgische mensen. Die zitten zeg maar hier. En die hebben ook 2 kindjes, dus nou, dat wordt wat. Ik zal laten zien hoe het erbij loopt. Het grut. Nou, had zijn oog nog niet open of wij zijn voetballen. We zitten in de tram naar Florence toe. We hebben hier de auto ergens geparkeerd. We hebben dat ook maar ergens ontdekt dat dat een idee was. En nou, het is wel druk, maar ik heb gelukkig een zitplek omdat ik een belly heb. Dat is fijn. En we gaan naar Florence. Wij hebben een lekkere pizza bij Borgo Antico. Hier aten we voorheen ook nog vaak. En deze is mijn favoriet. Oh, marinara. Nom nom nom. Wij hebben heerlijk geluncht. En toen had Niels een volle luier. En ze hebben hier dus, ik weet niet of je daar kan zien, van die van die toiletten. En er staat een euro, maar met een kind hoef je dus niet te betalen. En dan hebben ze dus gewoon echt een enorme verschoningsruimte met ook een klein toiletje. Maar ook gewoon een tafel, je kan er ook baby eten opwarmen. Ik weet niet of dat door heel Florence is, want ik heb daar natuurlijk nooit op gelet. Vroeger, want het was niet nodig. Maar nu wel. Dus dat was echt heel ideaal. We hebben lekker pizza gegeten en nu gaan we weer door. En dan zijn we duif aan het de schrik van hun leven aan het geven. Het is veel minder toeristisch door de week. Dus tip als je erheen wil en je bent, zeg maar, maakt je niet uit welke dag. Ga dan vooral lekker door de week. We lopen de Ponte Vecchio. Dat is zeg maar een brug met allemaal huisjes erop. Nou, daar waren we net. Nu gaan we naar het Uffizi, dat zit hier achter. Daarna gaan we ijs eten. Wij lopen in het Uffizi Museum. En een interessant weetje. Oh, daar zit de boom ook, kijk eens. Interessant weetje, dat wisten wij ook niet, we hadden geen kaartje gekocht. Maar als je zwanger bent, dan mag je, hoef je niet in de rij te staan. Dus we waren in de nanoseconde binnen. Dus dat is een goede tip, mocht je zwanger zijn, dan ga naar het Uffizi. We kopen geen kaartje van tevoren, dat is niet nodig. Nu is het lekker te slapen. We zijn op Palazzo Vecchio met beelden van dagen zo. Niels is even tussen de beelden aan het rennen. Maar ik heb niet de kracht om de buggy op trappen te tellen. Dus ik sta hier even beneden rond te kijken. En we vergeten alleen dat het met een kind gewoon allemaal veel meer tijd kost. Dus we kunnen niet alles doen wat we wilden. Maar ik ben een volle idioot voorbij. En dit is ook vakantie. Oh. En ook, dit is vakantie in april. Waar zitten we? Mei? Ik weet het niet meer. April. April, net april. Zo, goedemorgen. In de regen en ijs eten, maar wel
bij de prachtige Duomo. Maar het is inmiddels al 4:30, dus we gaan niet meer naar binnen. We gaan zo richting de tram. Toen doen we gewoon nog even over naar huis. Stijsje, lekker nieuws? Ja. Zo. Kijk, allemaal zwijntjes met hun kindjes. Hoe leuk is dat? Daar rennen ze allemaal. Het zijn gewoon wilde zwijnen. Het schijnt heel zeldzaam te zijn. Hier gaan we vanmiddag heen. Middeleeuwse torens en bekroond ijs. Dan merken we ook, er zijn nu nog 14 torens over. Dat waren ooit 72. En die zijn dus nu op de UNESCO werelderfgoedlijst. Nee, ze hadden niet veel naast nemen. De man gaat fietsen. Ik heb wel een mountainbike genomen, maar hij is eigenlijk van het racefietsen. Alleen volgende week wordt er nog wel af en toe regen voorspeld. Dus voor 7 en zomer even. Voor deze zwangere vrouw als veiligheid. Ik kan natuurlijk totaal niet aan. Het is nu lekker zonnig. Het wordt morgen en overmorgen en zondag super lekker weer. En daarna zijn de voorspellingen wat minder. Dus nou ja, we zijn al heel blij met dit weer überhaupt. Maar goed, we moeten dus maar even zien. Ik hoop dat het volgende week nog iets beter wordt. In ieder geval droog, dat zou wel lekker zijn. Maar dit is natuurlijk nog beter. Nog beter was wat we de afgelopen dagen hadden, dat we gewoon lekker in hemd en korte broek konden rondlopen. Maar goed, ik ga nu eventjes zitten. Niels zegt te slapen. En dan lief gaat op de bicyclade. Wij lopen in San Gimignano, hoe je het dan ook uitspreekt. En hier zijn dus al die torens. We zitten lekker een ijsje te eten. Ik ook. Ik wil er wel liever in de zon zitten hoor. Het is hier wel heel prachtig. We zijn nu hier een ijsje gaan eten. Deze heeft heel veel prijzen gewonnen. Het was ook wel heel lekker ijs. Het was een enorme uitdaging met een kind. Maar goed, we hebben het overleefd. Wat een plaatje. En hier gaan we eten. Ik weet niet of je het kan zien zonder tegenin, maar het ziet er wel prachtig uit. Nou mag het niet, hè? En dit is het restaurant met uitzicht. Hier is ons tafeltje. En dat je dan met dit prachtige uitzicht mag eten. Wij lopen nu terug naar de auto, die precies aan de andere kant van het stadje staat. Ik kan nou niet begrijpen, maar Italianen zijn de toiletten. De wc-brillen, die staan omhoog. En als je erop gaat zitten, moet je hem naar beneden doen. Maar vasthouden, want anders gaat hij weer omhoog. Dus zeg maar, pas als je erop zit, blijft hij liggen. En als je er weer op zit, gaat hij meteen weer omhoog. Super onhandig, toch? Wie heeft dat verzonnen? Goed, dat terzijde. We gaan nu weer lekker terug naar het huisje. Goedemorgen allemaal. Het belooft een prachtige dag te worden. Het is nu nog een beetje fris, maar we hebben al wel blote benen. We gaan ervoor. We gaan ook even hier ontbijten bij het hotel appartementen ding. Dus vandaar dat mijn ogen nog half dicht zitten. We zitten hier lekker te ontbijten. Oh, dat is mijn broodje. Het is nog wel heel mistig. We zijn heel leeg. Hier zit een babycino. Ik heb ze even geleerd wat dat is. Niels vindt het super leuk om met de buren, we hebben zeg maar Belgische buren naast en ietsje verderop zitten Duitsers, maar ook, ze spreken ook vloeiend Italiaans, dus ik denk dat die man Italiaans is. Maar die kinderen willen net met Niels spelen, Niels met die kinderen, en Niels is wel veruit de jongste. Alleen die hele lieve Duitse mensen, die brengen dus de hele tijd snoep en zo. Maar wij krijgen ook de hele tijd van alles. Alleen ja, moet je dat aannemen. Maar nu komt Niels als aanloop, heeft hij een pak tukjes in zijn handen. En vijf minuten daarvoor hadden ze hem al dit gegeven. Dus ik heb hem maar even verstopt. Ik ga het vanmiddag alleen aan ze teruggeven. Maar ja, we hebben net al beter. Maar de zon schijnt. Zoals je ziet. De heren zijn even aan het voetballen. In het nog wel natte gras. Dus nu staan we onder de modder. Gaat nu Sven nadoen. Sven doet dan ook alsof. Ze noemen al Ronaldo.
Hij kan best wel goed voetballen voor iemand van 2. Hij wil niet scherp stellen, maar dit hoort ook. Oh, daar zie ik. Dit hoort ook bij de vakantie in wassen. Dan heb ik van die vethandige handwasblaadjes. Dus hier zit ze maar sop in. Dat gooi je erin. Ik heb er dan nu 2, want ik ga flink wat wassen. Dus ik flink wat. Even een paar rompertjes. En even toch 2 broeken, want volgende week wordt het niet zo heel lekker weer, denk ik. En ik heb ook een heel klein blokje ossengalzeep. Voor de echte vlekken, zeg maar. Als hij doorlekt nat. Ja, ik ga even zijn slaapzakje wassen, want dat vind ik een beetje niet fijn als hij daar de hele tijd in moet rotten. En het is vandaag super lekkere dag, dus ik doe het gewoon even. Ik zet het even in de week en dan haal ik het er straks weer uit. Het hoort ook bij het leven. Ja, uti frutti. Gezellig in mijn buik. Hele dag aan het bewegen. De was hangt. En nu ga ik mij naast Sven vleien. Zo lekker weer. Ik zit even How to Talk to Kids te lezen. Wij zijn er klaar voor. Hé Niels, je hebt bandjes om, hè? Oké. Het water is heel koud, denk ik. Dus Sven en Niels gaan zwemmen. Het water was iets te fris. Iets te ambitieus plan. Zo kan ik niet zwemmen. Nee, zo kan hij niet zwemmen. Nee. Maar we zitten wel even lekker in de bikini. Ja, de kleine held. Oh jee. Ik ben gisteren helemaal vergeten de vlog af te sluiten. Dus bij deze nog vanuit een zonnig Toscane. Zie ik jullie heel graag volgende week weer bij een nieuwe vlog. En ja, dan zijn we hier nog een weekje. Dus dan gaan we allemaal leuke dingen doen. Want het wordt dan iets minder weer, helaas. Dus ik neem jullie dan weer mee. Doeg!